kwam thuis van mijn werk op een vrijdag en het huis is leeg. En ik voelde al een beetje, ja, je voelt je een beetje angst, een beetje paniek. En ik loop naar mijn dochters slaapkamer, ik doe de kledingkast open, alle kleding weg. En dan weet je gewoon hoe laat het is en dat ze weg zijn. Ik had haar paspoort ergens neergelegd en dat lag er ook nog gewoon. Dus ze zijn zonder paspoort vertrokken en naar Hongarije gegaan. En daar heeft ze een Oekraïense papieren gekregen om Oekraïne binnen te komen. Ik heb toen een rechtszaak gevoerd, in ieder geval voor de echtscheiding. Bij die rechtszaak heb ik alles toegewezen gekregen, inclusief ook de voogdij. Maar buitenlandse zaken konden er verder niets aan doen, omdat het kind was ontvoerd vlak voordat het verdrag van kinderontvoering in werking ging. De Oekraïense rechter heeft daar een uitspraak in gedaan en die heeft gewoon gezegd, ja, vanaf de dag dat ze ontvoerd is, moet ik alimentatie betalen. Ik betaal nu €72 per maand aan alimentatie. Alleen een paar weken geleden kreeg ik bericht dat vanaf 2006 tot het moment dat ik was begonnen met betalen in 2012, over die voorgaande jaren moet ik alsnog de alimentatie gaan betalen. En heeft u uw dochter in de tussentijd nog gezien? Nee, ik heb haar niet gezien. Ik ben één keer naar de Oekraïne geweest, want dan zou ik haar kunnen zien, maar toen mocht ik haar niet zien. Dus u mocht haar niet zien, maar u moet wel betalen? Ik moet wel betalen, ja. Ja, ik moet wel betalen. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt, ja, dat is verschrikkelijk. Dat, ik weet helemaal niks van mijn dochter. Voor mij is het gevoel een beetje alsof ze gewoon overleden is in 2006. Ik weet niet, ik heb niks meegekregen van haar groot worden. En het is heel raar dat ik dan, zonder dat ik iets weet, dat ik voor iemand dan alimentatie moet gaan betalen.